Elm. En een goal via Viergever. Omdat die bal wordt verlengd, ik denk door een Groninger, van Loo uit positie is. En Viergever binnen de minuut AZ op een 1-0 voorsprong zet. Iedereen staat te kijken, alleen niemand heeft Viergever in de gaten. En die scoort. Andersson. En deze bal verdwijnt. Het is de eerste doelpoging van de thuisclub via Tadić voorlangs. Holla. Voor een uithaal. Holla. Het is niet eens een kans, maar het levert wel bijna een treffer op de afstandsknoop van Danny Holla. Maher. Met bedankje aan Kieftenbelt. Halve redding van Lo. Niemand van AZ die van de rebound kan profiteren. Het is stil. Men realiseert zich hier dat het... Dat de thuisclub met AZ in tegenstander van formaten te pakken heeft. Burnett sleept zichzelf richting doelman Esteban. En dat is uiteindelijk voor hem het eindstation. De actie van de linkervleugelverdediger. En is hier bijna toe aan zijn treffer voor de thuisclub. Het publiek mort wat. Hoewel ik me ten degen realiseer dat het voor Groningen... Natuurlijk nog lang niet zover is dat er een alles of niets offensief moet worden ingezet. Daar heeft de thuisploeg nog wel even voor, maar... Berends tussen de benen door Holmen. Plaatst in plaats van uit te halen. Het voedt het ongenoegen bij het thuispubliek. Deze mogelijkheid voor Holmen met de binnenkant van de voet. Tadić, dat is goed gespeeld, Holla Burnett. Matas naar de eerste paal. Bakuna bij de tweede, Bakuna. En meteen keert dan ook de sfeer in het stadion. Goeie aanval van FC Groningen. Matas kan er niet aankomen, Bakuna wel. En zo speelt het eerste kwartier naar rust zich voornamelijk af op de helft van FC Groningen. Zonder dat de AZ zich daarbij bovenmatig hoeft in te spannen. Berends. Komt die knap uit. Berends, prima voorzet. Elm. Het publiek wil wel, inmiddels. Maar het elftal is nog niet op gang. De ploeg van Huistra. Burnett. Tadić. En Matas. Doet voor het eerst van zich spreken. Tadić. Verlengd door Moisander de hoekschop. Sparf. Burnett. Geen slechte bal. Oh, die zit er bijna in via Van Dijk. Burnett met de voorzet. Het is Clavan die hem verlengt. En hem onbedoeld voor de voet legt van Van Dijk. Ja, het is bekend. Niet alleen internationaal, maar ook nationaal heeft de ploeg een uitcomplex. Tadić met de vrije trap. Goedmundsson, omdat Elm ook nu weer de goede oplossing heeft. Goedmundsson, geweldige goal! En dit kon wel eens de beslissing zijn. 13 minuten voor tijd profiteert een invaller die er al langer op staat bij AZ. Van de ruimte en de goede opening van Elm. Dan moet hij nog een flink deel zelf doen. Deze Johan Berg Goedmundsson. Maar wat hij doet, daar valt helemaal niets op af te dingen. En AZ staat op 2-0. Elm. Oh, blunder van Lo. Met hoofdletters, het is Elm gegund. Want hij speelt een voortreffelijke wedstrijd. Maar nou krijgt hij dit seizoen de voorkeur boven Luciano. En nou is de achterstand met 0-2, 8 minuten voor tijd al tamelijk hopeloos. En dan overkomt Brian van Lo ook nog dit. De winnaar is AZ. Dat ook deze competitiewedstrijd, en dat is al nummer 3 van de 4, winnend afsluit